Hallo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Voor deze video heb ik eigenlijk totaal niks voorbereid, maar oké. Like de video sneller nadat ik al deze evenementen en XP claim. Voor een 10. Ik heb het gedaan. Hopelijk heb je kunnen liken en abonneren. Wat is het volgende cadeautje? Credits. Dan zitten we weer wat dichter bij Lily. Dat duurt echt lang om Lily te krijgen, gewoon. Dat is niet normaal. Oké, Bossfight is weer beschikbaar. Dan krijgen we veel XP, dus dat gaan we doen. En ja, we spelen wel met Nani, want daar verlies je toch geen trofee bij. Dus ja, lekker voordelig, als we dat zo moeten zeggen. Lekker voordelig. Okay. Oh nee, ik heb weer de hek. Ja, boeien. Ik ga het proberen te negeren. Proberen jullie ook maar mijn hek te negeren, want ik weet, het is echt flipping irritant. Ben ik de enige die echt al vergeten was dat Amerika ook nog op de wereldkaart ligt? Oh nee, ik heb het. Ja, oké. Want naast mij staat er een wereldbol. En daarop zie je zo bij Zuid-Amerika Amerika staan. En ik denk, oh ja, ik was vergeten dat dat bestond. Ik die nog nooit de vorm van Amerika gezien. Dat is echt niet normaal. Ik wist dat niet eens meer. Ik was gewoon vergeten dat dat bestond. Oké, ja, niet dat dat bestond, maar dat dat ook nog op de wereldkaart lag. Ja, maar jezus, waar dacht je dan dat het lag? Ik weet niet, gewoon ergens in Europa of zo. Ja, weet ik veel. Oké, ik wist zelfs niet dat Brazilië... Ja, ik weet eigenlijk nog maar een jaar dat Brazilië in Zuid-Amerika ligt. Ik dacht eigenlijk altijd dat dat in Afrika lag, maar oké. Utah in Afrika, ligt in Zuid-Afrika, Egypte, Libië, oké. Ik kan bijna de hele wereldkaart van buiten. Ik kan bijna alle landen in Europa op de kaart schrijven. En ja, zelfs letterlijk Slovenië. En Zwitserland en al zo van die kleine landen die je totaal niet ziet. Zwitserland is ongeveer zo groot als België en heeft ook een beetje dezelfde vorm, denk ik. Ik weet niet, ik ben... waarom zijn we over de wereldbol bezig terwijl ik Brawlstar speel? Ik ben gewoon... Okay. Dat is echt aan mijn tante dat ik heel te de hek heb, hè? Maar oké. Okay. Ik zie mijn eigen gezicht in een spiegeltje, maar oké. Okay. Yes, we hebben twee quests complete. Eén met Nani en één gewoon met Bossfight. Waarom heb ik op mijn tweede account zoveel geluk met allemaal stardrops en al? En op dit account echt totaal niet. Oké, okay, ik weet niet waarom ik zo raar doe. Zo van... Sorry. Oké, we gaan een keer met Carl spelen en hem eerst een beetje upgraden. Want ja, anders heeft er niks mee. Dus ja, we gaan gewoon met Carl spelen. Terwijl ik nog de hek heb, joepie. Oké, ja, we gaan gewoon spelen. We zitten met een brok met een rare skin. Dat is ook een nieuwe skin, maar... Waarschijnlijk. En een crow. Maar dan zitten we elke keer met ik die goud ben, iemand anders die goud is en iemand die zilver is. Elke keer, hè. Vorige keer was dat ook. Oké, okay, Pichu, Pichu. Wow, joh, Carl is ineens echt overpowered geworden. Omdat ik hem twee keer heb geupgrade. Twee keer, je dat? En ineens vind je hem overpowered. Ja, die hek is echt ambetant. Hopelijk ben ik nog een beetje aan het groeien. Momenteel, de laatste keer dat ik me heb gemeten, een paar dagen geleden, was ik 1,51 meter. Voor de mensen die dat niet weten, ik ben 10 jaar, ik word 11 op 14 juli. Voor de mensen die mijn verjaardag nog niet wisten. En ja, ik ben 1,51 meter. Dat is toch een normale grootte, denk ik. Ja, en anders moeten we hem vandaag nog een keer meten. Want de laatste tijden zit ik weer in een hekgroei. Ik weet niet of je dat een hekgroei moet noemen, Jutta. Maar oké. Die crow van ons team is dood. Joepie. Oké, nee, grapje. Pichu, pichu, pichu. Oh nee, ik ga dood. Ja, boeien. Ik deed mijn super waardoor ik nu dood ga. Oké, dat was dus niet slim om mijn super te doen. Holy guacamole. Ik was bijna eraan. Oké, die crow is weer terug. Oh nee, kaka. Pas op. Hij komt weer in met zijn grote overpowerde dingen. Oké, ja, dank u Brok om dat kapot te maken, waardoor ik eindelijk hem kan raken. Oh nee, er komen ook zulke kleine robotjes in nu. Dat is drol. C'est drôle, zoals ze dat in Frankrijk zeggen. Dat betekent eigenlijk, het is grappig. Maar ik gebruik dat gewoon als drôle, zo van kaka. Je snapt toch wat ik bedoel met drôle? Oké, okay, ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel met drôle. Zo'n brain ding, zo'n kaka drôletje. Oké, okay, dat... Die robot is bijna dood. Ah ja, nog 70.000 HP te gaan. Oké, okay, ik ben terug. En die crow is dood. Wat niet leuk is. Niet... Aardappel. Dat is niet aardappel. Nee, dat is niet aardappel. Dat is niet flink. Nee, dat is niet aardappel. Dat is niet fair.
Zoals ze dan in Engeland zijn. Of ja, in alle Engelse landen. Oké, de robot is bijna dood. Schiet heeft nu evenveel HP als een Frank met 14 krachtpunten. Ja, wat? Ik weet dat van buiten. Dat is toch niet erg? Yeah. We zijn gewoon in. En ik weet niet waarom ik zo zeg yeah. Maar oké. Woehoe. Yes, wereldquest complete. Maar waar is... Oh, daar is mijn quest met Karel. Oké, episch? Ah, ik hoopte nog op mythisch of zo. Oké, we krijgen een mutatie, please. Nita! Nita roept een extra Bruce op. Sinds wanneer heet die beer Bruce? Weet er iemand dat sinds wanneer noemt die beer Bruce? Oh? Nee, noemde die beer de vorige keer... Legendary! Bank Robert Gold! Oh my god! Het is al bijna een jaar geleden dat ik nooit zo goed uit een flipping star drop heb gekregen. Zieke skin voor Colt. Alleen wel een beetje raar dat hij kaal is, maar oké. Hey. Die wou ik echt al lang kopen, die skin. Oh my god. Zieke skin voor Colt. Oké. We hebben een skin voor Colt. Ziek. Hoeveel skins heb ik nu al voor Colt? Colt, Rockstar Colt, Balling Colt, Bankrover Colt, dus... Engel Colt. En op mijn tweede account heb ik er nog meer. En daar heb ik Colt, Rockstar Colt, Balling Colt, Bankrover Colt, Duistere Engel Colt. En daar heb ik dan ook nog die andere een. Hier, Haaientand Colt. En Bananen Colt heb ik daar ook. En ik heb er echt veel te veel Colt schint op, ik weet het. Oké, we gaan nu een keer met Colt spelen. Maar joh, hoeveel keer heb ik eigenlijk al Colt gezet in deze video? Oh my god. Er ligt hier ook gewoon random een microfoon mee naast mij. Maar oké, ik ga dat dan tonen. En ja, dat komt uit de box hier. Dus ik ga daar niet... door kunnen praten en de box staat nog in de living. Voor de Nederlanders de woonkamer. Wij noemen dat de living in België. En, in Engeland noemen ze dat ook zo, maar oké, de living room. En ja, eigenlijk de box is aan het opladen. Want ik was net een show aan het geven voor mijn moeder. Met zo allemaal Eurovisie liedjes, waarvan ik de tekst helemaal van buiten ken. Als we dat liedje aan het zingen en ineens, no battery. Dus ik zeg zo, maar je no battery eigenlijk aan de tante box. Serieus, ik word er echt boos van. Van die no battery. Dat is echt ambetant. Maar oké. Doe ik überhaupt damage met Colt? Op mijn tweede account heb ik wel, denk je... heb ik, ja, wel Colt hypercharge. Ja, dit account niet. Waarom praat ik heel tijd over mijn tweede account? Oh ja, ik moest in de vorige video nog de ID van mijn tweede account tonen. Ik ben dat nu vergeten. Dat je die ook kunt opschrijven en toevoegen. Ik accepteer alleen maar kijkers op mijn tweede account, die ik op mijn hoofdaccount ook heb, als vriend. Dus, ja. Want anders weet ik niet dat jij het bent, hè, en dat je kijker bent. Dat kan ook gewoon iemand random zijn, hè. Hallo. En anders moet je gewoon je naam in de reacties reageren als je mij gaat toevoegen, want dan weet ik zeker dat jij het bent, hè. Pichu. Pichu. Pichu! Ah, lap, ik ben dood. Gelukkig heb ik toch nog mijn super kunnen doen op die grote mega-robot. Oei, hij gaat boos worden over 5 seconden. Lap. En dan ben ik nog niet terug. Kom aan, Squeak. Ja, ja, die Squeak doet ze super. De baas is boos. Alsof dat iemand boeit. Mijn leerkracht is ook soms boos. Maar... En vandaag op school in de les moesten we liedjes kiezen. En iedereen kiest daar van die dun dun dun. Van die hardcore liedjes en hardstyle. En iemand heeft zelfs Pedro gekozen. En ik kom daar binnen in de klas en ineens... Pedro. En ik begin al zo te dansen. En ook Rim Tim Taggy Dim van Baby Lasagna. Ja, Europapa mochten we niet doen. Dat was dom, hè? Ja, ik weet het. Dat was echt heel dom. En ik doe mee aan het schoolfeest. Dan komt er misschien wel een storytime als er iets misloopt op het schoolfeest. Vorig jaar was er ook iets misgelopen, denk ik. Ja, iemand was van het podium gevallen. Gelukkig niet tijdens de show. Iemand was van het podium gevallen van 2 jaar jonger dan mij. Lap, ik ben alweer dood. Nee! Wat een pijn had die robot gekild! Wat een flippity flop! Ben ik echt zo slecht met Colt of is dit eigenlijk? Oké, ik ga nu eventjes mijn ID van mijn tweede account doen. Eerst eventjes kijken hoe lang het filmen kan in 9 minuutjes. Het is nog niet het einde van de video, maar ik ga gewoon een keer. Mijn tweede account. Hier, Ilbluta. Noemt Ilbluta. Hier. Mijn ID, hier zie je onder mijn spelend pictogram. Eventjes, ik ga het eventjes dicteren voor jullie: R, P, P, C, U, 8. R, Y, L. Jullie zien het ook.
Zo, en ja, anders ga ik wel nog een keer doen. Ja, daarbij, dat is bij dat pictogram. Mijn favoriete knokker, Colt. Jullie zien het prachtige haaitand, Colt. En hier mijn knokkers, Colt, ja, power level 11. Tara, Nani. Welke heb ik op mijn tweede account die ik op mijn hoofd account heb? Ja, Tara. En dat is het. Ik ben nog bezig met... Ik kies op mijn tweede account andere knokkers dan dat ik op mijn hoofd account heb. Want, ja, je snapt. Oké, Oké, we gaan nog een keer spelen met Colt, maar geen baasgevecht, want we spelen nu wel de hele tijd baasgevecht. En ja, anders ga ik ook nog een keer Godzilla Howl spelen, of hoe noemt dat? Ja, Godzilla Howl is toch, of Godzilla Tone of zo. Ik ga dat wel een keer kijken. Hebben jullie iets te zien? Oké. Ja, we moeten wel tegen redelijk goede mensen, maar oké. Ben ik goed met Colt? Laat in de comments weten. Je mag gerust hard zijn. En dan zo iemand, je bent flipping slaap met Colt. Ik wil dat je daar nooit meer mee speelt. Ook al heb je die skin. Dus ik denk, zo hard hoefde je nu ook weer niet te zijn. Oké, pak die krachtpunten. Lap, een Tara. Een aardappel. Nee, geen aardappeltara. En een overpowerde boel. En ik heb die overpowerde boel zijn krachtpunt. Oké, die overpowerde boel is daar. Pedro. Ik heb hem kunnen killen. Dat is super Pedro Jute. Oké, we gaan eventjes die bushes kapot maken om te kijken of er daar überhaupt nog iemand in zit. Ja, ik denk... Ja, hey. Ik had echt mijn super moeten doen. Hoeveel sta ik? 6. Gelukkig gaan we niet min. En ook niet plus, jammer genoeg. Maar we gaan nog een keer spelen met Colt. Misschien moet ik eens Colt pushen naar rang 20. Dat zou ook wel goed zijn. Of rang 25, kan ik ook doen. Rang 20 of 25. Misschien eerst naar 20 gaan en dan kunnen we misschien naar 25. Oké, nu moeten we tegen nog beter dan daar juist. Oei, help. Misschien moet ik gewoon in een bosje zitten en campen. Nee, dat ga ik niet doen. Er zit zo'n Kaiju-bus achter mij te lopen met zijn super geladen. Lap. Pedro. Lap, een grey. Nee, mijn kogels, nee! Ik moet echt die andere gadget hebben. Ik moet weer die andere gadget pakken, die is echt veel makkelijker. Daardoor kun je zo heel de tijd je reloaden. Wacht. Waar is dat Colt? Colt! Ah, hier. Hey, Colt zeeschutter kan terrein vernietigen en heeft meer prik. Oké, en hier, andere gadget. Hier, zo, snel aan. En nu gaan we die Godzilla-ding spelen. Hier, Godzilla stadsverwoesting. Het was Havels. Ik hoop dat dat goed lukt met Colt. Daar zijn mutaties toegelaten, dus dat gaat wel goed zijn. Want Colt zijn normale aanvalbreekdingen, dus dat gaat wel makkelijk zijn, denk ik. Hey, iemand van Kroatië. Ja, wat, ik herken de vlag van Kroatië. Ja, ik slikte terwijl ik de hik had. Maar nee, ik wil niet die domme Godzilla zijn. Kan er niet een keer iemand anders de Godzilla pakken? Ik moet van mijn team altijd Godzilla zijn. Dat is echt aan mijn tand. En ik wil niet eens Godzilla zijn. Ik liep daar per ongeluk tegen. Maar irritante Pedro. Pedro. Oké. Nee, lap. Maar lappenpop. Kan er niet een keer iemand mee helpen? Want ik kan dat wel niet alleen. Hè. Waar is die andere persoon trouwens? Zit hij daar bij het andere... Maar nee, ik ben nu weer Godzilla. Oh, ik zeg toch niet dat ik dat wil? Waarom verander je altijd gewoon in Godzilla wanneer je per ongeluk daar tegenbotst? Oké, yes. Ja, Godzilla overpowered. Boom. Ja. Oké, we stonden bijna voor. Maar oké. We moeten eventjes met die Eve helpen. Yes, nu heb ik eindelijk de juiste gadget gepakt. Oké. Boom. Maar wat? Die Godzilla kan mijn flipping one-shotten. Hoe kan dat? Nee, maar iemand kent die Godzilla, ja. Irritante Pedro. Kom aan. Pichu. Maar waar... Wat doet die flipping mutatie eigenlijk? Oh, dat breekt ook dingen. Ja, oké. Jutta, dat heb je daar juist eigenlijk al gezegd. Soms ben ik zelfs de enige die geen mutatie heeft. Oké. Bam! Op die Godzilla. Oké. Jutta vernielt de dingen. Heeft de andere team nu eigenlijk totaal niet door dat ik die dingen aan het
vernielen ben, eigenlijk. Oké. Oei, oei, help. Nee, we zijn weer aan het verliezen, nee. Lap. Oh, hoezo kunnen zij zo rap die dingen kapot maken, eigenlijk? Kan toch niet. Maar waarom ga ik altijd dood door een domme neusbrok? Ja, wat? Tegen brok zeg ik neusbrok. Dat was ziek dat ik daar juist eigenlijk gewoon een legendary startup heb gekregen. En daaruit de bankrover cold. Ii, dit is nu mijn dierbaarste bezit. Nee, oké, nee, dat is ook niet waar. Mijn dierbaarste bezit is Sandy, denk ik. Ja, Sandy. We gaan niet Leon zeggen, want daar krijgt iedereen de keuze. En daar hebben heel, ja, die hebben heel veel mensen. En ja, Sandy. Oh, Sandy is mijn duurste bezit. Maar... Sorry, dat was een beetje leuk, hek. Ik kan dat niet aan doen, oké? Maar waarom moet ik altijd die domme Godzilla zijn? Ik wil dat niet. Ik wil geen Godzilla zijn. Dat is echt drol. Godzilla is gewoon drol. En ik speel ik dit. Deze game mode echt niet raar. Maar oké. Oh nee, we hadden net nog een kans om te winnen. Ik moest naar de andere terrein gelopen zijn. Konden we nog winnen? Ah, oké, boei. We hebben een legendary staandrop gekregen in deze video. En dat was al goed genoeg. Oké. Dus nu gaan we de video beëindigen. Hoe lang zijn we al filmen? Oei, al 16 minuten. Oh, sorry. Trouwens, de spiegel. En de microfoon. De microfoon. Petro. Let maar niet op waarom er oranje is aan mijn ogen. Want dat is van de video die ik daar juist heb opgenomen. De YouTube short. Kijk eventjes op mijn kanaal. Ja, ik kan er niet aan doen, ik kan het gekke ben, oké? Hoe zie mijn haar dus logisch uit naar de bed nu? Maar ja, dat valt nog mee. Die Pedro valt nog mee. Zo zie je uit dat ik een mega voorhoofd heb, man. Maar als ik dat dan meet met mijn handen, is het zo. Wat flip. Oké, okay, hè? Vonden jullie deze video leuk? Doe dan een duimpje. Oké, okay, dat zou ik zeggen, vonden jullie deze video leuk, doe dan een duimpje omhoog. Wat is er gebeurd met het zicht? En dan zou ik zeggen, adios, het verslechtert nog wat. Let me tell you what I love and go in baby. Oké, adios.